Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je een bouw kunt uitzetten. Ik ga het proberen in Jip en Janneke taal uit te leggen. Ik gebruik daarvoor een rotatielezer, die zien jullie daarachter staan, een DC079 van de WAT. Je hebt een paar basisnummers nodig van de gemeente. Ik bedoel daarmee maatvoeringen. De gemeente geeft je aan, vanaf de trottoir mag je bijvoorbeeld 6 meter naar achter bouwen, of moet je naar achter bouwen. De gemeente geeft aan, wat is je nulpunt? In dit geval mag ik mijn nulpunt pakken vanaf het trottoir en mijn rode lijn is mijn 6 meter. Om te beginnen ga ik dus van 6 meter een eerste paal zetten. Ik heb hem nu op 5,50 meter gezet. Dit is puurweg omdat ik mijn koord op 6 meter ga zetten. Dus dit paaltje staat op 5,50 meter en deze staat op 6 meter. Dus dat is één. Dat kan ik ook doen aan die kant. Zo kan ik evenwijdig op de straat gaan beginnen uiteraard. En dan kan je je lezen op deze hoek neerzetten om verticaal te gaan beginnen. Allereerst wat ik doe is al die hoekpaaltjes zetten in the middle of nowhere. Ik pak altijd meer ruimte dan nodig is. En daardoor krijg ik een binnenmaatvoering wat ik nodig heb uiteindelijk. Ik ga hier eerst de nulpas pakken. De gemeente geeft aan dat de trottoir als nulpas mag gebruikt worden. En we zien dat de ontvanger op nul staat. Om dat te krijgen moet ik altijd mijn ontvanger op nul zetten en de klem hiervoor onder eenmalig losmaken. Totdat ik het nulsignaal krijg, maak ik deze klem vast en blijf ik er vervolgens af. Ik ga een kelder graven en die kelder die wordt 3 meters diep. En ik wil 40 centimeter extra pakken zodat mijn koord kan blijven staan. Dus ik pak 40 centimeter extra, dus dat betekent dat ik ga afgraven op 3,40 meter gemeten vanaf de koord naar beneden toe. En hoe ga ik dat nu doen? Ik ga al deze hoekpaaltjes die ik hier gezet heb aftekenen op het signaal van de ontvanger. En de ontvanger gaan we dus gebruiken om die hoogtes op elk paaltje af te tekenen. Zoals jullie zien heb ik hier een lijntje gezet. Dat is de onderkant van mijn meetstok om de hoogte te hebben. Eens dat je dit hebt gedaan op al die paaltjes, ga je je horizontale latten zetten. Zodra die horizontale latten staan op dat niveau, is het natuurlijk heel erg gemakkelijk om vervolgens alles op die koorden op te spannen. Dan hebben we de volgende stap. Nu, ik gaf al aan dat je kunt meten even weinig van de straatkant, dus van de trottoir, en daarvoor gebruik je de rotatielezer. We hebben dus die 6 meter gezet. We kunnen dus eigenlijk onze laser 6 meter van de straat zetten. Nu weet ik dat deze bouw een 6 meter is, dus 6 plus 6, 12 meter. Ik heb nu van de straat naar achter gemeten, omdat ik van achter naar voor wil gaan werken. Maakt niet zoveel uit. Het is een principe. Dus ik heb nu deze koord op 12 meter gezet, deze aftekening op 12 meter en die op 12 meter, die daar verderop staat. En nu kan ik dus de ontvanger die ik hier in mijn handen heb aan deze kant zetten. Maar ik gebruik hem eigenlijk aan die kant. Waarom? Dat is de langste afstand. Deze afstand is heel kort. Kan ik met het oog ook zien of dat evenwijdig is. Zodra deze lijn evenwijdig staat, kan ik mijn loodlijnen gaan aftekenen. En een loodlijn zien we aan de onderkant, de rode diode. En aan de bovenkant zien we daar de groene. Het voordeel van groen is dat het 4 keer beter zichtbaar is. Meestal gebruik ik dat voor de lange kant. Nu, dit is niet langer dan 10 meter, dus ik kan je perfect mee de rode straal nog of de rode dot nog altijd zien. Nu kan ik die dus aftekenen en die groene dot wordt dus in dit verhaal deze schroef. En daar heb ik mijn rode dot en dat is de volgende schroef waar ik dus mijn koord op ga spannen. En dan heb ik al één haakse hoek. Want mijn eerste koord stond op gelijk niveau van de straat. Even weinig met de straat. En nu heb ik één haakse hoek gemaakt op deze manier. Nu kan ik mijn laser gaan verplaatsen naar deze hoek. Weer gelijk zetten met die twee aftekeningen in mijn koord gaan spannen. En vervolgens mijn rotatievlak overbrengen naar de andere kant. Om vervolgens daar weer een lijn te zetten. En van daar weer terug naar achter. En zo zet je heel simpel een bouw uit in een haakse hoek met een rotatielaser. Ik heb nu de hoogte uitgezet. Ik heb de afstand uitgezet en ik heb het voordeel dat het allemaal gelijk haaks is. Wat kun je nog doen? Is rekening houden met extra maatvoering. Daarmee dat de paaltjes bijvoorbeeld hier wat breder zijn. Stel je voor, je zegt ik wil een halve meter minder gaan afgraven. Dan verplaats je eigenlijk gewoon van deze schroef 50 centimeter naar hier. Zet hier een schroef, doe het evenwijdig aan de andere kant. En je hebt 50 centimeter minder betonvloer of kelder. Ook ideaal voor het graafwerken. Nu in dit verhaal staan de koorden naar binnen toe en het houtwerk naar buiten toe. Als ik zou werken op het houtwerk, dus de afmetingen van het hout, wat nu overigens scheef staat, wat ook niet nuttig is om recht te zetten. Maar laat staan dat dat wel perfect op de maatvoering zou staan. En ik begin te graven, graaf ik uiteraard mijn paaltjes eruit.
En in dit verhaal kan ik werken op de koorden en kan ik met een lange waterpas naar beneden toe werken of eventueel weer je laser gebruiken en verplaatsen. Nou, ik hoop dat dit nuttig is voor jullie. Zijn er nog vragen, laat het weten. Het is dus heel handig om een rotatielaser te kopen met een dubbele loodlijn om een haakse hoek uit te zetten. Of een lijnlaser, een 3x360, is ook mogelijk als je niet groter gaat dan 50 meter, want dan kan je met een ontvanger nog altijd gaan werken. Ik gebruik liever een rotatielaser omdat het veel nauwkeuriger is voor dit soort werkzaamheden. Een rotatielaser wordt ook al veel bouwlaser genoemd, dus het is zeker nuttig om een rotatielaser te kopen om dit soort zaken te doen. Die rotatielaser kan je uiteraard ook voor het afwerken gaan gebruiken binnen voor je valse plafonds, je riolering, etc. Dus het is zeker niet weggegooid geld. Ze zijn gewoon veel nauwkeuriger, ze zijn beter zichtbaar dan een traditionele lijnlasertje. Nu, als er nog vragen zijn, laat het gerust weten. Ik hoop dat dit nuttig is voor jullie. En succes ermee!